Nou, even een kleine grasmat-update, want ja, jullie zitten daar natuurlijk op te wachten. Wow. What the fuck, gek. Kijk. Kijk dan. Kijk. Daar. Daar. Motherfuckers. Wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd, Goos? Het lijkt wel... Het is ook precies, als ik mijn wiskundige berekeningen er zo op... Het is ook precies evenwijdig en zo. En het is echt symmetrie tot in de perfectie. Het is echt... Wow, en kijk hier, zie je dat? Kijk dan. Kijk even dan. Kijk maar. Zie je dat? Ze zijn hier... Ze zijn wel geknakt zo, maar niet gebroken. Want het kan maar één ding betekenen. Hier, hier is een UFO geland. Zie je dat? Zie je dat? UFO, gek! Ja, ongelooflijk. Het is dat ik erbij stond, anders had ik het niet geloofd. Althans, ja, ik heb het niet gezien, maar... Je ziet ze ook niet, hè, die UFO's. Dat is het Unidentified Flying Object. Dus weet je, er stond hier een vliegtuig in de tuin en ik denk, ja... What the fuck is dat? Dus ik had hem niet identified. Dus dat was dan een UFO. Hij was niet rond, maar... Ik had daar raarder van opstaan kijken. Ik had daar raarder van staan kijken als hier dan een afdruk van een Boeing. Weet je wel? Maar met het hele MH17 gebeuren, dat wordt me niet in dank afgenomen als ik daar nu grapjes over ga maken. Waar kan je nog wel grapjes over maken eigenlijk? Althans, opmerkingen. Ach, ik kan mij het verkankeren. Nou, hele fijne hallo allemaal. Een hele fijne hallo allemaal.